De politie zal morgen bij de start van de totale weekend lockdown niet door de vingers kijken. Hoofdinspecteur Humphrey Naarden zegt in een gesprek met onze nieuwsdienst dat er strak zal worden opgetreden tegen personen die zich na 6 uur in de avond nog over straat begeven. Vorige week vrijdag was er een enorme filevorming waar te nemen in de straten binnen en rondom Paramaribo en Wanica. De politieman zegt dat de files zijn waargenomen en de situatie zich niet meer mag herhalen. Wat we gaan doen, we gaan optreden voor kitregelen bezig zijn. Maar we verwachten en we vragen ook aan de mensen dat de wetende dat er een total lockdown zal zijn. Als het er zal zijn komend weekend, dat men daarop moet inspelen en die moet wachten op 1 uur of 2 uurtjes voor lockdown ingaat. Om dan pas dan te vertrekken vanuit zeg maar de stad richting je huis. Zeker als je over die bruggen moet gaan. Dus men moet daarop inspelen om zo vroeg als mogelijk te vertrekken van waar men is. Om zeg maar op tijd thuis aan te komen zonder dat je in een file terechtkomt. Als de lockdown zeg maar 6 uur is, dan men moet proberen om op zijn laatst 4 uur al te vertrekken. Zeker vanuit een punt waar je weet dat je in een file terecht gaat komen. Maar we weten wat verleden afgelopen weekend gebeurd is. Dus dit weekend mag dat je niet meer overkomen, toch? Want dan heb je al ervaring ermee. Dus men moet zich aanpassen aan de situatie zoals anderen ook doen. Naarden zegt dat de gemeenschap erop moet toezien in te spelen op de situatie. Omdat het al bekend is dat het druk is voor de lockdown. Hij drukt een ieder op het hart om zich aan de gestelde regels te houden in het belang van de algehele veiligheid en gezondheid van ons allen.